Een auto kiezen met je hoofd of een auto kiezen met je hart? Gaan we vandaag naar kijken met de Alfa Giulietta Quadrifoli Go. Quadrifoli Giulietta Quadrifoli Quadri. Met Alfa Giulietta QV. Meteen maar even de harde kernwaarde. 1.75 turbomotor met 235 pk, verlaagd sportonderstel, Q2 spare-diff op de voorwielen en het Alfa DNA systeem. Combinatie helemaal goed. Wat hebben ze dan gedaan? Onderstel is wat verlaagd, andere dempers, andere remmen. En natuurlijk dat uiterlijk wat verbouwd is, zowel aan de binnen- als buitenkant. En zeker dat laatste is natuurlijk absoluut geslaagd. Vraag je af, zijn die paar kleine wijzigingen genoeg om van deze Alfa echt een bijzondere Giulietta te maken? Vergis je niet, de gewone Giulietta is al een heel sportief rijdende auto. Die rijdt bijna net zo goed als sommige slechte hot hatches. Dus je hoeft niet eens zoveel te wijzigen om die QV weer net dat stapje meer te geven. Ik vind hem eigenlijk sportiever dan de Golf GTI bijvoorbeeld. Hij heeft heel weinig bodyroll, dat is een van de sterkste punten van deze auto. En hij heeft ontzettend gebrek aan onderstuur. Zowel bij het insturen, gewoon hij hapt mooi, als het tractievlies, wat er dus bijna niet is bij het uitaccelereren. En als je tijdelijk tractievlies hebt, op een nat wegdek of zo, dan heb je nog dat Q2 spare diff, wat dan zorgt dat je alsnog je grip houdt. Het was weer een echte Alfa, omdat hij gewoon niet allround perfect is. Het zijn allemaal van de Italiaanse dingen. En vooral omdat bijna al mijn klachten, dat zijn dingen die eigenlijk simpel te verhelpen zijn. Dat je afvraagt, waarom hebben ze daar zelf niet aan gedacht? Neem bijvoorbeeld als je doorhaalt met de motor. De eerste keer dat je dat doet, je trekt lekker op. Je wil doortrekken tot toerenbegrenzer, dus je focust een beetje op het rode gebied. En dat begint hier bij 6500 toeren. Maar al bij 6000 toeren grijpt de begrenzer in, veel eerder dan je denkt. Bijvoorbeeld de versnellingsbak. Ik vind hem iets beter dan in de Mito. Daar ben ik niet zo tevreden aan, maar ook hier vind ik hem niet heel lekker. Als je rustig schakelt, gaat het wel, maar als je sportief gaat rijden, af en toe net even iets te veel weerstand, iets te weerbarstig. En dat is op zo'n niveau dat als je een bocht neemt, denk je, zal ik hem in 3 laten staan of zal ik teruggaan naar 2? Dat ik onbewust hem in 3 laat staan, omdat ik weet dat het terugschakelen naar 2 wat vervelend gaat. Omdat de koppeling ook wat moeilijk aangrijpt met als je terugschakelt. En mijn laatste en belangrijkste klacht heeft wat te maken met het DNA-systeem wat Alfa op zijn nieuwe auto zet. Dat is namelijk dat je verandert de zwaarte van het sturen, gaspedaalreacties en een beetje de remmen. Dat wil zeggen, je remdruk komt iets sneller, maar daar merk je er eigenlijk niet heel veel van. En het vervelende is dat die gasrespons is in normal gewoon beneden de maat. In dynamic misschien net wat die bij normal zou moeten zijn. Ik vind die gasrespons gewoon niet goed. En dat zie je bij heel veel producten uit de Fiat-stal. Het rijden dan. In het begin lijkt hij wat gezapig, dan lijkt hij tegen te vallen, maar dat komt door die gasrespons. Dat heb ik al behandeld en op de snelweg is dat wat je vooral merkt. Ga je echter dan sturen, bochten links-rechts. Hij ligt heel mooi strak bij links-rechts combinaties. Weinig tractievlies als je bocht uitaccelereert. Het vermogen vind ik heel goed, 235 pk is heel mooi vermogen voor deze auto. Hij kan het makkelijk kwijt en is toch lekker vlot. Ja, en dan krijg je een combinatie waar ik wel positief over ben. Ja, kies je met je hoofd of met je hart? Als je met je hart kiest, kom je al snel bij deze auto uit, denk ik, in deze klasse. Ik vind hem echt prachtig uitzien. En hij rijdt ook nog eens top. Maar als je met je hoofd kiest, niet eens zoveel reden om te laten staan. Hij kost 33.000 euro voor 235 pk. Ik vind het redelijk in orde geprijsd. En ja, die GTI zie je zoveel. FR is al een oude auto. Ik denk dat het zomaar een heel aardig alternatief kan zijn. Ik zal niemand kwalijk nemen die voor deze Giulietta kiest.